Yo, kijk wat we best van je luisteren. Kijk naar een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. We springen weer in de aflevering en hier is onze mooie kangaroo, onze Joey. Die wel een hele rare kop heeft. Daar word je niet mee sollen, jongens. Daar word je niet mee sollen. Maar wat gaan we deze aflevering doen? Eigenlijk weet ik het zelf ook niet echt meer. Even kijken of we het eieren hebben. Dat zien we niet bij de raptors. Hebben jullie wat eieren voor mij? Nee. Oké. Kan ik dit weer doen vanaf hier? Oké. Okay. Maar met de kop er doorheen. Haha, sukker. Oké. Okay. T-Rex. Oh, die staan hier achter of niet? Ja. Hebben jullie een mooi rood ei gelegd voor mij? Nee. Gaan we even bij de kwetsels en bij de vogels kijken. Terwijl we honger hebben. Carrots, ik weer lekker weer wat eten. Gaan we even verder naar boven. Dus heb je nog een paar eieren voor mij? Jullie hebben geen eieren voor mij. De kwetsels hebben ook nog geen eieren gelegd. Ja. Maar wat gaan we vandaag eens af niet doen? Ik denk dat wij vandaag een nieuwe kwetsel gaan temmen. Waarom niet, zou ik eerlijk zo denken. Dus dit is een Flying Dutchman. Onze kwetsel level 43 volgens mij. Ja, dan gaan we hier landen. Wij gaan dus een nieuwe kwetsel temmen. Alleen, ik heb 21 Trank Arrows. Zal dat genoeg zijn, is de vraag. Ik heb meer narcotics, dus dat is prima. Nog meer narcotics, is ook prima. Maak er maar een heel wat bij. En stop. Dat moet wel genoeg zijn voor nu. We hebben eten, we hoeven de crossbow niet te gaan repareren. Wat ik wel nodig heb is even nieuw water, want mijn waterpot is op, om het zo maar te zeggen. Dus... Nee, dat is de verkeerde knop. Oké. Nou moeten we alles goed is, alles hebben. Dus wij gaan een kwetsel zoeken die een beetje een hogere level is. Dat bedoel ik eigenlijk 30 plus als het ware. Oeh, een gele drop. Laten we eerst naar de gele drop gaan. We hebben geen haast. Ik wou deze aflevering iets korter laten, maar een kwetsel aflevering. Die duurt namelijk iets... Oh, ik dacht even dat hij al weg was, maar... Nee, alleen de bol erboven is weg. Je hebt een witte volgens mij. Oké, ik weet dat hier in de buurt ook wel eens kwetsels vliegen. Ik heb nog steeds veel armen aan, dus we kunnen ook naar het sneeuwgebied gaan. We hebben ook een kwetsel gezien, die was een aardig hoge level volgens mij. Kunnen we ook doen. Jij bent een wit, het is allemaal wit en groen. Alleen geel en rood is iets wat mij op dit moment interesseert. Oh, sorry kwetsel. Sorry. Dus laten we er even heen vliegen. Ja, en het is midden in de Redwood Forest, maar... Ach, dat moet niet zo moeilijk zijn. Ik heb wel veel armen aan. Dat is niet de beste armen die er is, maar... Ja. We zullen zien. Zodat we het in ieder geval nooit koud krijgen. Altijd goed. Ja. En hopelijk gaat mijn computer het houden, want het is op dit moment 30 graden plus. En 30 plus graden, zo moet ik eerder zeggen. En dat vindt mijn computer niet zo fijn. Als ik in mijn kamer zit met 25 plus graden, dus ja. Hopelijk houdt hij het vol. Als je dit video kijkt, dan wil ik je vast waarschuwen voor... Oh my god! Jij bent een Alpha Kano, of niet? Jij bent een Alpha Kano. Jij bent een Alpha Kano level... Kan ik niet zien. Oké, dan. Alpha Kano level 4. Zal de kwetsel hem aan kunnen? Zullen we eens gaan proberen? Kijken of de kwetsel hem aan kan. Kwetsel pak de Alpha Kano. Pak hem. Hij kan mij niet aanraken door de kwetsel. Lekker voor je, Alpha Kano. Oh, ik dacht even dat ik hem gekild had, maar... Oké, wij moeten even... Oh god. Wij moeten even rustig... ademhalen. Oké. Ik zie hem daar. Ik heb normale pijlen. Ik heb maar 22 stuks.
Jij bent een beetje. Jij bent dan weer helemaal geheeld, want. Oké. Quetzal, kun jij deze Alfacano killen? Dat is de grote vraag namelijk. Oké, je killt hem met Ilos. Kill hem, Quetzal! Oké, ik hou je helft in de gaten. Oké, niet landen, niet landen, niet landen, niet landen, niet landen, niet landen. Nee, ik wil eventjes dat je een goede. Oké, pak hem! Oké, kom op. Ik kan niet zien of hij bloody is of niet, of hij bebloed is of niet. Maar. Quetzal, come on, Quetzal. Ik heb nou een aap gekillt of zo. Hij heeft hem! Oh my god! Oh my god! Are you kidding me? Mijn Quetzal heeft een Alfacano gekillt. Zoek over even, sorry. Fuck you! Okay, level 40, dat valt mee. Maar er zat dus niks in, behalve een primitive pike. Volgens mij moet je ze zelf door, want als je dat je dino's laat doen, zit er volgens mij weinig goeds in ieder geval. Jij hebt in ieder geval level up en dan gaat het allemaal in melee damage, want jij bent een beast. Beast, bro. Oh, en de yellow drop is er nog steeds. Quetzal versus Alfacano. Wie wint er? Nou, wij weten nou wel wie er wint. Dat is mijn Quetzal. De Flying Dutchman wint altijd. Oeh, is het een Quetzal? Even kijken, wat voor level ben jij, Quetzal? Level 11. Dat is veel te laag voor mij. Kunnen we nog gauw even deze oor of deze gele drop mee pikken? Jump! Oké, Trike. Trike, je loopt in de weg. Dank u. Why not? We zijn maar blueprints. Het zit me eigenlijk helemaal niks. Oké, okay, Quetzal. Wat level ben je nu eigenlijk, Quetzal? Jij bent een level 46. Niet slecht voor de Quetzal die volgens mij level 20 was, tot we temden. Niet slecht. Helemaal niet slecht voor deze Quetzal. Oké. Okay. Dus, we hebben een Alfacano gekild. Of wij niet, de Quetzal. En we kregen een nieuwe pike. Primitive. De difficulty is, by the way, toen ik deze aflevering start, heb ik de difficulty gezet naar 6 punt. Of nee, 0,65. Sorry, niet 6,65. 0,65. We zullen langzaam ook hogere levels moeten vinden. Dus dat zou heel mooi zijn. Dan gaan we laag vliegen, want Quetzals vliegen meestal iets lager. Als we nog een alpha tegenkomen, dan mag de Quetzal het nog een keer proberen. Yo hot. Oh, dank je, game. Hier is nog een Quetzal. Wat voor level ben jij? Oeh. Oeh, ja, ja. Jou wil ik hebben. Jou wil ik hebben. Ben jij een female? Het zou nog beter zijn als je een female bent. Ik ben een male. Nee. Nee. Zullen we gaan of niet? Ik ga eerst ergens anders rondkijken. Dus als ik geen betere female kan vinden, dan kom ik terug voor jou. Maar het female, female legt eieren. Ik heb al een mail. Van mij is. Waar ik nu op zit, is ook een female. Dus, ja, zoals ik zeg, liever wil ik wat females hebben. Omdat ze eieren kunnen leggen. En van die eieren kan ik een kibbel maken. Een giga kibbel, om wat te zeggen. Dus kunnen we zien een keer een giga temmen die wij even in het sneeuwgebied zagen. Even in de vorige aflevering. Dus laat eens kijken of. Hier wat Quetzals rondvliegen. Ja. Het ziet er niet naar uit. We kunnen ook eens naar het sneeuwgebied gaan. Maar ik haal het liefst geen Quetzal neer in het sneeuwgebied. Vanwege de giga's. Dan is het in één keer rip Quetzal, rip mij plus rip mij Quetzal. Dus dat willen we ook niet hebben. Oké. Geen Quetzals hier. Nope. Ook geen alfa's. Als ik een alfa tegenkom, mag ik Quetzal weer een keer gaan beginnen.
Behalve een Alpha T-Rex, want dat wordt een beetje lastig. Die Alpha Carno had ook geen schijn van kans, hè, die kwetsel. Maar leuk, als een kwetsel iets aanvalt, dan bijt datgene dat hij aanvalt. En daarna vliegt hij ook een stukje terug. Dus komt hij weer rennen en dan bijt hij weer. Zo kan hij tegenstanders eigenlijk nooit een kwetsel aanraken. En dus dat is heel handig aan een kwetsel. Zodat ik hier R2T heeft ze allemaal een Nazi gaan. En jij bent een T-Rex. Ik dacht even dat jij de Giga was, maar jij bent een T-Rex. Level 22 mail. We hebben al T-Rex. Wat dat was hier. Hebben wij naar huis gehad. Dus dat wil ik niet nog een keer doen, maar dat was mij een enorme. Hoe moet ik het zeggen? Ja, het duurde 2 afleveringen dat hij thuis was. Je hebt die hoge level Rhino, of niet? 21. Nee, dat was een andere Rhino. Die zou waarschijnlijk al wat dood zijn. Jammer genoeg voor hem. Oké. Kijk, hier is een kwetsel. Die hebben wij toen ook een keer gezien. Dus wat voor level ben jij, kwetsel? Ik ben er ver af, dus ik kan het niet zien. Dit is niet de berg van de Giga. De Giga zit op de andere berg. Dus dat is ook aardig goed. Jij bent een female level 13. Eigenlijk vind ik dat wel goed. Ja. Female level 13. Prima, denk ik. Je bent een female, je bent level 13. Eigenlijk zit met de level niet heel erg veel. Hoe hoger, hoe beter. Maar het liefst wil ik je nou wel gewoon hebben. En de game, je lijkt enorm. Ik moet Swankaros in stoppen, want anders heb ik een beetje een probleem. Oké. Kom. Moet iets lager, want de kwetsel gaat dalen. Oh, kom. Laat. Goed zo. Ik miste. Are you fucking kidding me? Headshot. Headshot op de kwetsel. Kom dan, kwetsel. Kom dan. Je kunt het, je kunt het. Oh. Nee. Waarom blijf je zo lang bang? Normaal moet je al lang weer rustig zijn. Kwetsel. Wat rustig nu. Eindelijk. Laat nu. Nog een headshot. Headshots geven multiply. Headshot multiply. Dat betekent dat als ik op de hoofd schiet, gaat de torpen snel omlaag. En als je ze wat door, gaat de helft snel omlaag. Dus dat werkt ook altijd heel goed. Moet je kijken hoe lang hij bang blijft. Soms duurt het een paar seconden en soms duurt het gewoon fucking lang. Kijk, nou viel het aardig mee. Net duurt het veel, veel langer. En opnieuw een headshot. Oké. Hij vliegt de zonsopgang tegemoet. Niet de zonsondergang, de zonsopgang. Please, kwetsel. Nog 2 of 3 headshots en dan moet het in ieder geval goed zijn. Dus als hij me even dat toelaat, dat ik jou even mooi in je hoofd kan schieten. Als de game het toelaat, dit is een glitch. Als je van jou... Ik mis ze gewoon. Hey, hij is neer. In open gebied ook nog. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Oké. Kwetsel. Land. Prima. Je volgt mij toch niet, of wel? Nee, oké. Prima. Kwetsel. Oh, dit is de kwetsel. Oké, ik dacht al, waar is hij gebleven? Ik heb hier wat meat. Daar mag je mee gaan beginnen. Terwijl ik op zoek ga naar een mammoet. Of een Archie Service. Is ook prima. Archie. Ik heb je prime meat nodig. Zo snel mogelijk. Kom hier. Je moet dood. Dank u. Level 60. Wauw. Geef mij je prime meat. Dat is al genoeg prime meat. Kwetsel. Ik heb heerlijke prime meat voor jou. La. Prime. Dit moet jij wel goed gaan, denk ik.
En dan heb ik hier de helft van de narcotics. Of ik heb genoeg narcotics. Oké. Okay. Je gaat wel aardig snel omlaag qua... of qua toppen. Dus ik geef je een paar... narco's. Dat ik Gamma even op 3 ga zetten. Ietsjes beter omgeving zien. Oké. Ook mijn... Quetzal. We gaan een beetje hoger vliegen. Laten we kijken of wij een giga gevaar zien. Wat niet het gevaar... Of niet het geval is. Nee. Oké, we zijn allemaal veilig. Land me weer. Ik moet de Quetzal beschermen. Dat weet ik nou inmiddels al wel. Je kunt niet weggaan... van deze Quetzal. Oh, plus 6 levels. Valt mee. Het is geen kibbel, maar... Het valt mee. Kat in de verte. Is er iets hier dat best gevaarlijk kan zijn? Oeh, je bent een woolly rhino of level ben je? Ben je een hoog level? Dan wil ik in ieder geval wel meenemen. 21. Maybe. Maybe not. I don't know. Oké, okay, hier zit een mammoet in de verte. Vind je maar moeten. Als je een hoger level bent, dan wil ik je even wel meenemen. Level 8 en level 5. Nee, dit is een plebs. Ik heb jullie niet nodig. Hier is er nog één. Jij bent level 4. Level Artie. Of ja, Kylo is dit. Level 4. Jammer. Maar zegt die level 60 Artie 7? Had ik liever ook wel gewild. Hier zien we er nog één in de vet, hè. Of hij is weg. Geen idee. Of een hert. Wat voor level ben jij? 2 en 4. Dus Archie, die is level 9. En level 60 en level 9. Oké. Okay. Hoe gaat het met jou? Oké, okay. Prima. Prima. Plus 6 levels. Met de Quetzals gaat het iets minder hoog qua levels. En daar bedoel ik mee... Ja, daar bedoel ik mee van, je hebt Quetzals, als je andere dieren hebt met Prime Meat, krijg je vaak 10, 15 levels erbij. Vaak, in ieder geval 10. En de Quetzal krijgt maar 6 levels erbij. Terwijl ik hem eigenlijk helemaal niet zo geraakt qua health. Nee, heel weinig dus. Geen idee waarom, maar... 2 arties in de vette. Als je een hoger level zijn, wil ik je even meenemen. Je level 4 en je hebt de level, kan ik het zien. Level 9. Oh, jij wil die laag levels. Die voelen Ryan of level ben jij? Level 80? Holy crap! Oh god, wolven. Are you kidding me? I'm sorry. Oké. Okay. Jullie geven geen prime meat. Wie of jullie? Die Woolly Rhino hier. Level 80. Die gaat ook met ons mee. Oh my god, hij is snel. Hij is heel snel. Oh my god! Oké, okay, ik overleef al een paar slagen van hem. Of toch niet? Oh god! Ga neer! Ga neer! Ik heb een half helft nu. I don't care. Ik wil die Woolly Rhino. Ik wil hem. Hij rent weg. Hij rent weg. Terwijl ik even ga eten. In de kont. Ik mis. Are you fucking kidding me? Kom hier, Woolly Rhino. Oh, fuck. Oh my god, hij is zo snel. Finally! Oh god! Hey! Hey! No! I stood! Fucking wolf! Geen idee waar het lichaam naartoe is gegaan, maar. Ja. Een level 80 Woolly Rhino. Are you kidding me? Level 80! Level freaking 80!
Jij bent maar level 4. Je hebt niks bij een level 80. Waarom is er geen level 80 kwetsel? Waarom moest jij richting een wolf gaan lopen? I don't get it. Als je me gewoon even één keer in je kont had laten schieten, Willy Ryan, dan had ik je gewoon... Had ik je gewoon gehad. Maar nee, nee, nee. Dat wil je gewoon hier niet hebben, hè. Er zijn mammoeten in de vetten, maar die hoef ik niet. Als ik één mammoet aanval, dan komen ze allemaal achter me aan. Dus dat wil ik ook niet hebben. Oh, wat jammer, jongens. Echt, wat jammer. We hadden gewoon... een level 80... Willy Ryan kunnen hebben. Dat is de hoogste level die ik ooit gezien heb. Want het komt omdat ik hem naar een difficulty 0,65 heb gezet. En ik dacht, het duurt wel een uurtje voordat die nieuwe dino's inspawnen. Maar blijkbaar gebeurt het meteen. Oké, ik zie T-Rex in de vetten. Oké, wat voor level ben jij, T-Rex? En kan ik je met de hand aan? Of ben je ook een level 80? Jij bent een level 24. Female, dat wel. Als je hier komt, ga je dood. Nou, zolang ik weg blijf bij mijn kwetsel, die bijna getemd is. Heb je nog Prime? Ik denk dat de Prime het al volhoudt. Plus 6 levels. Prima. Prima. Level 19 is hij dan. Ja, prima. Prima. Oké, alleen moet ik mijn huis wel misschien een beetje uitbreiden. Ik moet een kwetselplatform maken. Want ik moet alle kwetsels bij één, op één platform hebben. Dus dat moeten we dan nog even gaan maken. Misschien doen we volgende aflevering. Misschien doe ik het afscreen. Oké, de T-Rex blijft mooi op afstand. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb een hele mooie naam voor deze kwetsel. Ik heb een hele goede naam. Oké. Hoordat de kwetsel zich bij ons wegvloog en het zo lang duurde, noemen wij jou... Bitch. Oké, bitch. Ben ik klaar voor? dit is gewoon grappig. Oké, laten we een rondje hier omheen gaan. En laten we kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Als we hier niks echt goed kunnen vinden, dan gaan we weer naar huis. Hey, of we nemen die wolf mee. Laten we die wolf eens meenemen. Heb ik hem? Ja. Oké. Ja, mooie kleur. Ik neem je mee naar huis. Andere kwetsel, de bitch volgt ons. De bitch volgt ons. Ik weet niet, hopelijk is het een tegenovergestelde gender dan de wolf die we hebben. Maar die kunnen we in een van de komende afleveringen baby maken. Dat is leuk. De babywolf is de eerste baby die ik wil maken. Een wolf legt geen eieren, dus er hoeft geen eieren uit te broeden. Nee, ze maken gewoon een jong samen en die jong komt uit de moeder. Zoals de normaal ook bij alle zoogdieren gaat, dus. Ja, dino's zijn geen zoogdieren. Oké, je hebt wel een slonkwetsel. Ik moet op jou wachten. Maakt niet uit. Ik moet wel zo'n tussenlanding maken, denk ik. Want ik kom niet in één keer thuis met die wolf. Oké, bitch is weer bij ons. Oh, kijk. De Titanosaur. Oeh, dat ding is zo groot. Je kunt er van verder van zien, hè. Kijk, je ziet geen enkele dino eromheen. Wanneer je nog niet renderen. Behalve dat ding. Ik denk zo groot dat het al vanaf het begin af aan gaat renderen. Oké, alle mammoeten daar. Oké, let's go. We gaan gewoon richting huis. We gaan even vlak voordat we thuis zijn, gaan we even op het strand deze wolf neergooien. En dan gaan we eventjes temmen. En als er nou geen mannetje of een vrouwtje is, ja, één van de twee is sowieso, maar geen... Geen van de twee, of geen van de gender, geen van het geslacht die we nodig hebben. Dan houden we dat natuurlijk gewoon. Waarom? Omdat ze wolvenbeesten zijn. Als je stukken 5 hebt, die gaat er mee rondtrekken. Die door alles wat ze op pad komen. Ze zijn net zo tolk als 20 kompies. Ja. Dat is ook gewoon iets, ik zag de laatste video van iemand, ik weet niet of jullie kennen, de Swamp Cave. De Swamp Cave is een cave die zit in de Redwood Forest, die is pas nieuw. Sinds toen de Redwood Forest kwam die cave erop. En die cave is extra lastig, omdat de levels 10 keer hoger zijn dan jouw difficulty. Dus wij hebben nou de hoogste levels, level 80 die ik heb gezien. Dus in die cave, in die grot, zitten level 350 tot 400 spinnen en al die andere dingen.
Niet hier natuurlijk in deze server, want hier zijn ze allemaal leeg. Maar er was iemand die had 30, 40 kompies getemd. Ja, en had ze allemaal hadden heel hoog melee damage level. En dat was die kleine beestje, die was de enige beestje die echt de grotten in kunnen. Ja, want grotten zijn meestal niet zo groot, dus. Ja, dat was de enige die er echt in konden. En dan ging hij met al die kopjes in en die kopjes doorden alles wat op zijn pad kwam. Alles ging dood. En die ding is dat zo klein. Lijkt net of je een hele grote zwerm van allemaal kleine diertjes die allemaal in ding zien afkruipen. Oh, dat was wel grappig om te zien. Maar het was laatst wel zo wel hoe moet ik het zeggen? Ja, er was gebukt. Tenminste, kompies waren niet meer zo sterk als je ze in een groep had. En je had ze dus allemaal mate boost. Dat betekent als ze verliefd op elkaar zijn. Dat ze dan hogere levels hebben. Of hogere helftes op. Gaan ze niet makkelijk dood. Dat is allemaal, allemaal minder geworden. Dus ze zijn niet meer zo heel OP als ze eerder waren. Daar is ook een Alpha Raptor. Die wil ik in de komende tijd ook even gaan aanvallen. Denk naar de volgende aflevering die ik doe met deze kwetsel. En kijken of we dan wel iets moois krijgen. Hier was ook een kwetsel. Wat voor level was jij dan? Female level 9 of level 6 of zo. Kun je even gaan vliegen? Dank u. Ik kan niks zien, want mijn kwetsel zit met de kap voor. Kom op. Level 4. Nou, je bent gewoon te laag level voor mij. Ja, daar had ik niet echt nodig. Nee. Oké, we zijn bij het thuis. We gaan een wolf even hier zodat ik niet gooien. Die had wel ik nu even naar pest heeft gezet. Oké, we gooien hem hier op het strand neer. Er is geen nieuwe circle gespawnd. Vind ik jammer, eerlijk gezegd. Wolf? Wolf! Oh, kidding me, waar ben je heen? Kom hier! Hey! Volg! Oh god. Hij is scared. Hij is bang voor mij. Kijk, we rennen dan. Wolf, 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 wolf. Hij is gewoon bang voor mij. Moet je hem kijken hoe is hij gaan. Petzel! Oh my god, hij meteen ja. Je hebt een mail. Ik weet niet of ik een mail had, maar... I don't know, eerlijk gezegd. Oké, okay, hier. Wie volg jij nou eigenlijk? Jij volgt mij. Oh, de bitch volgt mij. Oké. Okay. Oh my god, ik had hem bijna dood. Oh my god. Oké, okay, we gaan even naar een andere kwetsel. Ja. Oh, we zijn ook dicht bij het plek waar de haai is. Ik weet niet. Ik heb jullie verteld van... Ik had Oski een haai binnen te temmen. Maar ik weet niet of die haai getemd is. We zijn er nu dichtbij, dus laten we gewoon even gaan kijken of die getemd is of niet. Terwijl we wachten op de wolf. Waar de wolf ook is. Hij ligt daar. Oké. Okay. Volgens mij was dat hier of zo, of niet? Ik zie hier een haai. Is dat mijn haai? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Kwetsel! Kwetsel! Are you kidding me? Volg mij nou niet steeds. Ja, dat is mijn haai! Hey, we hebben een haai getemd! Terwijl ik het niet eens wist. Oh my god! Is hier iets in de buurt? Nee, er is niet echt iets in de buurt. Megalodon, level 5. Ah! Oké. Okay. Hallo Megalodon. Terwijl ik kwetsel gewoon over me heen vliegt. Hoe gaat het bij jou? Heb je nog eten? Oh, je hebt maar eten genoeg. Heb je wat meer eten? Ik wil niet dat je mijn narcotics meeneemt. Zo. Perfect. Je kunt overleven. Jij blijft hier. Want, kwetsel! Oh my god. Ik haat die kwetsel zo erg als ze dit doen. Ik kan niet zeggen dat ik moet stoppen. Maar dan gaat hij echt fucking in de bomen dan landen. Want dat doen ze altijd. Want kwetsels zijn zo idioot. Oké, ik breng de kwetsel even naar huis, want ik heb er even genoeg van. Bitch, please. Waarom ben je toch een bitch, echt? Waarom ben je zo'n bitch? Oké, ik zie niks in de buurt wat de wolf kan doden. Dus, we gaan de bitch eerst even naar huis brengen.
Maar ze is weer zichzelf weer bitcherig aan het gedragen. Dus, oké. Okay. Wij gaan de bitch even naar huis brengen. En we gaan eventjes, dan eventjes kijken of de wolf getemd of niet. En zodra de wolf getemd is, zal het einde zijn van deze aflevering. Ik zal ook even kijken of mijn andere wolf een female is. Dat zou mooi zijn. Maar dan kunnen wij misschien in de komende aflevering een babywolf maken. Als moeten wij een female wolf gaan zoeken. Oké. Okay. Kwetsel, dit is je nieuwe huis. Ik heb nog geen zaden of jou, dus ik kan je nog niet op het dak zetten. Ik moet dit dus verder uitbreiden. Zo. Ja, dat dak moet verder wel uitgebreid worden. Wissel, stop. Oh. Niet jij, Kwetsel? Jij niet. De bitch wel. Oké, okay, wolf. Please zeg maar dat jij een female bent. Ben jij een female? Wolfie? Nee, hij is ook een male. Ja, jongens, het was 50% kans dat het goed was. Dat is het altijd. Jammer genoeg niet. Als de wolf te lang duurt, dan dood ik hem gewoon. Of laat ik hem daarachter vertemmen. Als hij tempt, dan is het mooi. Als hij niet tempt, dan maakt mij niks uit. Dus we gaan even kijken hier bij de wolf. Als hij al getemd is, dan is het mooi. En anders laat ik hem daarachter en dan kijken we of hij tempt of niet. Hey, je bent weer level up. Die doen we in movement speed. Bijna 200% movement speed. Hey, hij is getapt. Oké. En hup. Komt u maar mee. We brengen je terug naar huis. Je bent een mooie kleur, eerlijk gezegd. Ik ben maar level 4. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. We houden je wel gewoon. Dus ik denk dat we hier de aflevering afsluiten. Het is het einde van deze aflevering van Ark Survival. Je volgt wat mijn neus helemaal vol zit. Voor deze aflevering leuk, laat natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik je dan allemaal terug in de volgende aflevering van Ark Survival Evolved.